Okay, goeienamiddag allemaal. Ik wil in eerste instantie beginnen met het woord te bedanken. Niet alleen om mij uit te nodigen, maar ook vooral om dit traject, want dit is eigenlijk een moment in een traject dat al langer gaande is, dit traject om na te denken over samenwerking tussen neurowetenschap en onderwijs te gaan starten. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben zelf pedagoog van opleiding. Ik ben aan de Carleven aangesteld. Ik heb een leeropdracht gekregen om het veld van de neuropedagogiek in Vlaanderen uit te werken en om na te denken over hoe die neurowetenschappen en pedagogisch-psychologisch onderzoek met elkaar kunnen geïntegreerd worden. Heel concreet als onderzoeker, ik ben natuurlijk getraind in pedagogische en psychologische methoden, maar daarnaast ben ik ook getraind in neurowetenschap en gebruik ik zelf ook dergelijke technieken om een aantal dingen in mijn onderzoek te nemen op het spoor. Vandaag hebben we eigenlijk al de hele tijd gehad over het idee van ja, oké, wat kunnen die twee nu voor elkaar betekenen? Waar ik even wil bij stilstaan zijn de resultaten van een onderzoekje dat we gedaan hebben, waarbij we eigenlijk zijn gaan vragen aan mensen in het veld in welke mate zij op de hoogte zijn of vertrouwd zijn met bepaalde inzichten over de hersenen en hoe zij staan tegenover bepaalde neuroargumenten die soms gebruikt worden om een bepaalde pedagogische praktijk te ondersteunen. En de vraag zal dan zijn of dat valide argumenten zijn of niet. Ik besef dat ik meer naar het einde van de dag aan het komen ben, dus ik dacht om jullie even actief aan het werk te zetten. Ik zal een aantal stellingen laten zien. Het zijn eigenlijk de stellingen die we ook voorgelegd hebben aan onze deelnemers van het onderzoek. En de vraag is heel simpel. U krijgt een stelling te zien. Ik zal vragen wie denkt dat het juist is, wie denkt dat het fout is, of wie weet het niet en doet daar liever geen uitspraak over. Oké, hier gaan we. Wie denkt dat dat juist is? Hi mensen. Wie denkt dat dat fout is? Iets groter aantal mensen. Wie heeft daar geen mening over? Laten we die laatste categorie vergeten. Voor de mensen in het onderzoek was dat wel een mogelijkheid. Ik wil hier wel eventjes het contrast zien tussen juist of niet juist. De volgende. De regelmatige invulling van bepaalde vaardigheden verandert. Wie denkt dat dat juist is? Wie denkt dat het fout is? Okay, iets meer juist. Verschillen in de dominante hersenhelft. En we denken aan het idee van links- en rechtsdenkenden kunnen prestaties in leren verklaren. Wie denkt dat dat juist is? U lacht nu, u zal straks de resultaten zien. En wie denkt dat dat fout is? Leerproblemen die het gevolg zijn van een gestoorde hersenontwikkeling kunnen niet geremedieerd worden in het onderwijs. Wie denkt dat dat juist is? Wie denkt dat dat fout is? Oké, is niet mooi. De hersenen zijn volledig ontwikkeld op het moment dat de kinderen naar de middelbare school gaan. Wie denkt dat dat juist is? Wie denkt dat dat fout is? Een zeer aandachtig publiek. Oké, okay, zeer mooi. We gaan straks op die stellingen terugkomen. Er is een grote interesse in brein en onderwijs en in de samenwerking tussen die twee domeinen. Wat we vertellen, dat idee is niet nieuw en je kan het eigenlijk zien op verschillende niveaus. Hè. Uiteraard in de kern, om een of andere reden, en ik spreek uit eigen ervaring, als we neuroonderzoek publiceren, wordt dat veel sneller door de pers dan wanneer wij psychologisch of pedagogisch onderzoek proberen naar buiten te brengen. U vindt heel veel handboeken, niet alleen populair wetenschappelijk, dit zijn voorbeeldjes van. Er zijn ook rapporten, en Sonja heeft het daar net al voorgesteld, de OECD heeft men daar al over nagedacht. Het andere hier, de Royal Society, is een denktank in United Kingdom, waar men ook op een beleidsniveau heeft nagedacht over hoe die twee met elkaar in verband te brengen zijn. Men heeft daar ook een aantal aanbevelingen voor geformuleerd. Hetzelfde is gebeurd hier bij de vlog. Vorig jaar hebben we daar ook een studiedag rond gehad. Tegelijkertijd, in wetenschap en onderzoek, bestaan er ook een aantal neurowetenschappelijke, of tenminste wetenschappelijke handboeken, die iets gaan zeggen over het verband tussen die twee. Er zijn daar voorbeelden van.
staan ook wetenschappelijke verenigingen die nadenken of die onderzoek doen op het kruispunt van die twee domeinen. Tegelijkertijd zie je dergelijke ideeën ook in praktijkdocumenten sluipen. Dit is misschien wel een ouder document, maar toch nog niet zo heel oud, waar er nagedacht werd over de hervorming van het secundair onderwijs en waar op een bepaald moment argumenten gebruikt worden, neuroargumenten gebruikt worden, om bepaalde keuzes of bepaalde praktijken voorstellen te gaan ondersteunen. Aan de andere kant, dat hoef ik u ook niet te vertellen, dit is een stukje uit de standaard waar er toch wel gesproken over wordt, over de hype van het brein. En als u echt weet hoe u moet onderwijzen, het is heel simpel, er zijn 10 man strategieën, 10 tips, en als u dat doet, dan kan u goed onderwijs geven. En vooral duidelijkheid, het is als graag. Om u een idee te geven, er is al wel lang nagedacht over die link tussen die twee, maar toch ook een beetje nuancering, dat dat toch niet helemaal zo simpel is als het lijkt. Ook binnen de Flora, en daar ben ik zeer blij om, hebben we daar al een heel traject afgelegd, waar we eigenlijk nu tot een heel mooi product komen, die literatuurstudie die daarnet gepresenteerd is. We hebben een bevraging gedaan en we zijn eens gaan kijken in Vlaanderen, bij leerkrachten, bij mensen die in CLP's werken, in welke mate die interesses daar leven. En wat hebben die moeten doen, naast een aantal stellingen die we straks nog gaan hernemen, moesten die ook aangeven op een eenvoudige schaal van 1 tot 6, gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord, in welke mate ze in dit geval interesse hebben voor de manier waarop we hersenen werken. En we moeten eigenlijk vooral naar die scores kijken, naar 4, 5, 6, want dat zijn positieve scores. Je ziet dat men daar eigenlijk heel positief over is en eigenlijk heel sterk in geïnteresseerd is. Andere vraag die we voorgelegd hebben. Inzichten over het brein hebben duidelijke implicaties voor de onderwijspraktijken. Bent u het daar mee eens of bent u het daar niet mee eens? Wat zien we? Dat er globaal genomen, 4, 5 en 6, globaal genomen mensen daar eerder positief over zijn. Een interessant verschil hier is dat de mensen in CLB-context positiever daarover zijn dan leerkrachten. En dat is denk ik een verklaring voor in die zin dat heel veel van die inzichten, of tenminste waar men al gemakkelijker een brug tussen die hersenwetenschappen en onderwijs zit, is in de context van atypische ontwikkeling, in de context van problemen. We hebben daar straks in een van de slides de DSM gezien, waar niet voor niks gesproken wordt over neurodevelopmental disorders, stoornissen zoals ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie, worden in die categorie gegroepeerd, waar men eigenlijk duidelijk vanuit gaat dat de oorzaak van dit probleem ergens in de hersenen gelegen is. En natuurlijk, deze mensen komen daar misschien beroepsmatig veel meer mee in contact dan leerkrachten in de klas. Vandaar misschien dat resultaat. Laten we eens teruggaan naar die stellingen, want die hebben deze mensen ook al gekregen. Zijn die nu waar of niet waar? Nee, we gebruiken geen 10% van onze hersenen. Als dat zo zou zijn, dan zou ik onmiddellijk gigantisch veel ziekenwagens moeten bellen, want ik denk dat we hier allemaal half dood op de grond zouden. Het invullen van bepaalde vaardigheden verandert inderdaad de structuur van de hersenen. Verschillen in hersenhelft, dat is een mythe. Daar is geen eigen wetenschappelijke evidentie voor. Dit, gelukkig bij een deel die hier zat, vond dat dit niet klopte, waar ik zeer blij om ben. En dit laatste is ook niet waar. Die kruisjes hier, die vier rode voorbeelden, zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van neuromythes. De term is hier al een aantal keer gevallen. En dat is eigenlijk waar we zijn naar gaan kijken. In welke mate dat die mythes leven, bestaan, in de Vlaamse context en Vlaamse onderwijspraktijk. Heel even kort, om toch even het begrip te definiëren waar we het over hebben. Wat wordt nu eigenlijk precies bedoeld met die neuromythes? Ik ga je vertrekken van een definitie die eigenlijk vanuit de OECD gegeven is en die verder uitgewerkt is door een aantal belangrijke onderzoekers en kernspelers in dit domein. Waarover gaat het eigenlijk belangrijk? Het eerste punt is dat het gaat over een misvatting. Het is dus een verkeerd iets. En hoe ontstaat die misvatting of waarop is die gebaseerd? Wel, die is eigenlijk gebaseerd op een verkeerd begrijpen
een verkeerd interpreteren van wetenschappelijke kennis. Dus er zit een element van wetenschappelijke kennis in. In dit geval gaat het over kennis uit de neurowetenschap. Alleen wordt die verkeerd begrepen. Ja. En waarom wordt die misvatting gebruikt, en dat is een heel belangrijk element van het geheel, die wordt gebruikt om een bepaalde pedagogische praktijk, een bepaalde aanpak, te ondersteunen in een pedagogische context. Belangrijk om in je achterhoofd te houden is dat die misvattingen, die meestal gaan die niet bewust gebeuren. Dus het is niet een bewust misleiden van mensen, maar het is eigenlijk het gevolg van een verkeerd begrip of een overinterpreteren van dat hersenonderzoek. Men heeft daar onderzoek naar gedaan in verschillende landen en we zijn eigenlijk daarvan vertrokken om eigenlijk hetzelfde te gaan doen in Vlaanderen. En hier ziet u een tabel, we komen straks nog op terug. U ziet hier een aantal van die uitspraken die we daarnet behandeld hebben en men heeft dat onderzoek gedaan in verschillende landen met ook verschillende soorten van onderwijssystemen. En wij dachten, laten we eens kijken wat er nu gebeurt in Vlaanderen. We hebben eigenlijk dezelfde vragenlijst genomen, we hebben die vertaald en we hebben die afgenomen bij een aantal groepen. En dat is wat ik vandaag met jullie wil delen. Ik moet erbij vertellen, dit is heel recent onderzoek, een deel van de gegevens zijn de voorbije week nog binnengekomen. Dus dit zijn de eerste resultaten die een beetje als voorlopig moeten gezien worden, die we uiteraard natuurlijk de komende weken nog verder gaan uitspitten. Oké, wat hebben we gedaan? We zijn gaan kijken naar... we zijn begonnen eigenlijk met twee groepen. Enerzijds een groep van leerkrachten en anderzijds een groep van CLB-medewerkers. Hoe hebben we die mensen geselecteerd? Wel, we hebben eigenlijk een steekproef getrokken in verschillende scholen, die waren verspreid over verschillende provincies, die waren verspreid over verschillende onderwijsnetten. Wat de leerkrachten betreft, is dat de leerkrachten van basisonderwijs en secundair onderwijs. Wat CLB-medewerkers betreft, dat is dat allerlei profielen ingaan van psychologen, pedagogen, artsen, maatschappelijk werkers enzovoort. Ze waren eigenlijk heel diverse groepen. Die groepen waren ook divers in termen van ervaring. Hè. We hadden beginnende mensen, we hadden mensen met al wat meer ervaring en we hadden eigenlijk een heel grote variatie in die beide groepen. Dat was het vertrekpunt. En dan hebben we ook nog een referentiegroep genomen, gewoon om een idee te hebben om die resultaten die we hier vonden een beetje te kaderen. We hebben twee groepen van studenten genomen. Aan de ene kant een groep die voor mij heel gemakkelijk te bereiken is, zijn een groep van studenten, pedagogische wetenschappers, zijn eigenlijk ook mijn studenten, die ook die vragenlijst hebben ingevuld. Belangrijk om in je achterhoofd te houden, ik heb die vragenlijst afgenomen in het tweede jaar van hun opleiding. Op dat moment hebben zij nog geen cursus of geen expliciet cursus neurowetenschappen gekregen. Ik heb dat gedaan aan de start van mijn vak neuropedagogiek, dus nog voor ze eigenlijk les kregen over de thema's die in die vragenlijst behandeld worden. Dat is één groep. De tweede groep, dankzij de samenwerking rond die literatuurstudie, hebben we een groep van dezelfde bevraging afgenomen bij een groep van studenten uit het BABA buitengewoon onderwijs. En dat is interessant om ook eens naar die groep te kijken, want het zijn mensen die vooral geïnteresseerd zijn, vooral gericht zijn op kinderen met specifieke onderwijsnoden, kinderen met bepaalde atypische trajecten. En het is net in die sfeer dat je niet alleen de gemakkelijkste brug krijgt tussen neurowetenschap en onderwijs, maar ook waar er heel veel misverstanden bestaan over de oorzaak van die probleem en over de aanpak van die probleem. Dus dat was eigenlijk ook wel interessant om eens naar te gaan kijken. Wat hebben we dan gedaan? We hebben al die mensen een vragenlijst gegeven, waar dus die bewuste reeks van stellingen stonden. En natuurlijk hebben we niet alleen die 19 mythes gepresenteerd, want dat zal nogal een beetje opvallen en wat onze bedoeling was. We hebben een set gemaakt van 38 uitspraken. 19 uitspraken waren inderdaad die mythes waar we het over gehad hebben. En 19 waren eigenlijk feiten over de werking van de hersenen. Ja. En die zijn eigenlijk ook vergelijkbaar met wat dat internationaal onderzoek
kann weiter gehen, würde ich sagen. Okay, ich kann nun ein Anteil von den Resultaten wählen. Ich sehe, dass das der Layout von der Slide veröffentlicht ist. Macht das eigentlich nicht. Ich kann vor allem focussen auf die Mythes. Ich will auch beisagen, dass, als wir kijken nach der Kennis, waar daar gepeild werd, dat eigenlijk de scores daar relatief goed lagen. Als je weet dat er 19 uitspraken over kennis gingen, dan lagen de gemiddelde van alle groepen ongeveer rond de 11 op 19, wat ongeveer 60% is. Belangrijk om in je achterhoofd te houden, is dat die verschillen tussen die groepen, tussen leerkrachten, mensen uit CLB's en de studenten, dat daar eigenlijk geen verschillen tussen waren. Oké, laten we eens kijken naar de mythes en ik ga eerst eens inzoomen op de leerkrachten en op de CLB-medewerkers. Als we gewoon gemiddeld kijken naar hoeveel procent van de mythes geloofd worden door deze twee groepen, dan zien we dat die relatief dicht bij elkaar in de buurt liggen, 38 en 34%. En eigenlijk, als we dat vergelijken met de resultaten van die andere onderzoeken, dan hebben we het eigenlijk wel goed gedaan. Die percentages in die andere landen liggen rond de 50%. Dus wij zijn wat dat betreft gezond kritisch om naar die resultaten te kijken. Wat is ook belangrijk om in het achterhoofd te houden, alhoewel dat het merendeel, en dat zal u niet verwonderen, van de respondenten vrouwelijk was, hebben we eigenlijk niet echt een invloed gezien van geslacht. Ook eigenlijk niet echt een invloed van ervaring. Dus hoe meer ervaring iemand als leerkracht of als CLB-medewerker heeft, dat leek geen invloed te hebben op de resultaten. We hebben heel snel eens gekeken of er tussen leerkrachten basis- of secundair verschillen waren, of tussen verschillende types van CLB-medewerkers, maar ook daar zijn er niet echt patronen te zien. Als we dat plaatsen naast de studenten, dan zien we dat die percentages eigenlijk vergelijkbaar zijn. De studenten, mijn studenten, die lijken het iets beter te doen. En de reden daarvoor zal ik straks uitleggen. Heeft te maken met een aantal specifieke vragen. Oké, dit is op een globaal niveau. Dus als we al die iets samengooien, krijgen we dit plaatje. Dan zijn we eens gaan kijken, oké, wat zijn nu de meest populaire mythes, wat wordt het meest geloofd en waar heeft men eigenlijk wel heel goed door dat dit verkeerd is. Met stip op nummer 1 stond de volgende uitspraak, leerlingen leren beter als ze leerstof ontvangen op een manier die overeenkomt met hun leerstijl. Bijna iedereen, en zowel in alle groepen, is ervan overtuigd dat dit klopt en dat dit wetenschappelijk aangetoond is. Dat is helaas niet het geval. Ik ga er straks nog iets meer over zeggen. Tweede, verschillen in hersenhelft. Kunnen jullie prestaties in leren verklaren? En op het internet vindt u allerlei middeltjes om te bepalen hoe, wat voor een denker u bent en wat u moet doen als u met zo'n linksdenker of een rechtsdenker te maken krijgt. Kan dat wel globaal genomen, er is een redelijk hoog percentage die ervan overtuigd is dat dit klopt, terwijl dit vanuit wetenschappelijk standpunt niet het geval is. Ja, die percentages liggen rond de 70% en die zijn vergelijkbaar in de verschillende groepen. Andere mythe, korte periodes van coördinatieoefeningen kunnen de integratie van de linker- en rechterhersenhelft verbeteren. Ook die percentage wordt steeds lager. Ik denk dat als je het allemaal gemiddeld samenleeft, ongeveer 70% van de respondenten. Er lijken wat verschillen te zijn tussen de groepen, maar die liggen niet zo, statistisch gezien althans, niet zo ver uit elkaar. Nog één, DVD's en programma's die gericht zijn op het extra stimuleren van peuters en kleuters, van zeer jonge kinderen, hebben een duidelijk effect op de ontwikkeling van de hersenen. De stelling is nogal overtuigend, maar ook dit is op dit moment niet helemaal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. En wat blijkt, ongeveer de helft, en men is dus toch al een beetje sceptisch,
denkt dat dit klopt. Een laatste, en dan zijn we bij de laatste van de top 5 van de mythes, is motorische coördinatieoefeningen kunnen de leesvaardigheid van kinderen verbeteren. En het is hier, het is een van de weinige mythes waar er wel een duidelijk verschil is tussen de studenten en de andere groepen. En dat is heel eenvoudig te verklaren, omdat die groep van studenten het jaar daarvoor van mij al les heeft gekregen. En omdat er ergens in een van de lessen daar rond leerprobleem daarover iets gezegd wordt. Dus ik was even blij om dit te zien. Mijn onderwijs heeft er iets van effect gehad. Oké. Dan een aantal van die uitspraken die jullie daar straks ook gezien hebben, waar dat men eigenlijk terecht identificeert dat die niet correct zijn. En deze, we gebruiken maar 10% van onze hersenen. Ja, gelukkig zijn er niet zoveel mensen die denken dat dat klopt. Waarom bestaat die mythe? Kan ik eigenlijk heel kort even zeggen. Waar worden mensen mee geconfronteerd met dit soort van plaatjes? Dit zijn plaatjes uit het fMRI-onderzoek dat wij doen om iets te weten te komen over de activiteit van de hersenen. Wat is de denkfout die hier gebeurt, of waar zit het verkeerd begrijpen van die informatie? Dit zijn natuurlijk geen werkelijke foto's, geen werkelijke plaatjes van activiteit in de hersenen. Wat u hier ziet, is eigenlijk het resultaat van een heel ingewikkelde analyse. En dus die gekleurde blokjes, die geven niet zomaar activiteit weg. Die geven eigenlijk het resultaat weg van een vergelijking. Wat we in dat onderzoek altijd moeten doen, zijn twee condities tegen elkaar afzetten. Want onze hersenen zijn altijd actief. Er zijn wel veranderingen, maar die zijn altijd actief. En wat dat onderzoek probeert te doen, is uit te zoeken welke gebieden wat meer actief zijn bij een bepaalde taak en wat minder actief zijn bij een bepaalde taak. Dus wat dit hier gewoon zegt, is eigenlijk, ja, die gebieden zijn iets meer actief dan al die andere gebieden die daar rond liggen. Maar dat wil niet zeggen dat alleen die gebieden actief zijn en al de rest niet. Ja, dus een kleine nuancering van die plaatjes. Oké, ik was blij te zien dat wat we hier in de zaal zagen mooi overeenkomt met de resultaten die we in ons onderzoek zien. Leerproblemen die het gevolg zijn van een gestoorde hersenontwikkeling kunnen niet geremedieerd worden via onderwijs. Het merendeel van onze respondenten was correct in te zeggen dat dit verkeerd is. Hetzelfde ook voor de stelling dat hersenen volledig ontwikkeld zijn zodra kinderen naar de middelbare school gaan. Dat is natuurlijk niet het geval. Dit is een plaatje uit een onderzoek of een handboek naar de ontwikkeling van de hersenen. Hier zien we de leeftijden, en dit zijn allerlei processen, ik ga er nu niet in detail op ingaan, die nog plaatsvinden, en u ziet dat die processen heel sterk blijven doorlopen tot de leeftijd van 20, 25 jaar. Belangrijk om ook mee te nemen in deze grafiek, en dat zie ik ook altijd aan mijn studenten, hier staat iets over experience-dependent plasticity. En die plasticiteit waar het er straks over ging, die is experience-dependent, die is afhankelijk van de ervaring die je opdoet in de omgeving. Is eigenlijk ook afhankelijk, aangezien dat je onderwijs krijgt, is die hersenontwikkeling afhankelijk van die input die van buiten komt. Oké, laten we eens kijken, doen we het nu goed in vergelijking met andere landen, of waar zitten de gelijkenissen en verschillen? Wel, als we kijken naar de mythes die te maken hebben met leegstijlen, met dominante hersenhelften, met coördinatieoefeningen, dan zitten we eigenlijk grosso modo vergelijkbaar met de andere landen uit dat onderzoek. Waar doen we het beter? Die mythe van die 10%, wij hebben dat beter door dan in andere landen waar dit toch wel veel meer geloofd wordt. Wat de leerproblemen betreft, daar is een interessant cultuurverschil. Wij zitten eigenlijk vergelijkbaar met landen zoals Verenigd Koninkrijk en Nederland. Maar je ziet hier een heel duidelijk verschil met een land als bijvoorbeeld China, waar op een heel andere manier over die problemen en gedacht wordt. Oké, ik ga deze presentatie afsluiten met een aantal bedenkingen over die mythes. En ik ga eerst stilstaan bij de vraag waarom die mythes eigenlijk blijven bestaan. Want wat ik jullie hier laten zien heb,
zijn stellingen, ideeën die niet nieuw zijn, die misschien al 10, 20 jaar in onderwijspraktijk floreren. Waarom blijven die bestaan? Waarom kunnen die blijven bestaan? Wel, die mythes die stellen de zaken heel simpel voor en die suggereren eigenlijk eenvoudige en snelle oplossingen. Bijvoorbeeld als je denkt aan die rechts-links mythe, er bestaan testjes om te bepalen of iemand rechts en of links denkt. En dan is er onmiddellijk een lijstje met tips die je kan toepassen om daar op in te gaan. De vraag is of die dingen werken. Daar heeft eigenlijk nog niemand specifiek naar gekeken. Dit figuurtje bijvoorbeeld is een element uit die test. Afhankelijk van hoe je de vrouw ziet draait, en ik kan eigenlijk niet goed onthouden of het nu naar links of naar rechts is, bent u links of rechts, denk ik. Er bestaat een trucje eigenlijk, als u met je ogen fixeert op die voet hier, dan kan u ze eigenlijk in de beide richtingen zien draaien, afhankelijk of u denkt of u ziet dat dit de rechter of de linker voet is. Dit is niet echt een test, dit is een visuele illusie die ergens ooit door iemand is opgepikt en die dan beweerd heeft dat je daarmee verschillende stijlen kan gaan meten. Wat is een andere reden waarom die mythes blijven bestaan? Wel, omdat aan die uitspraken vaak een neuroargument wordt toegevoegd. Er wordt iets gezegd over de hersenen. En dat is eigenlijk een interessant fenomeen, want op het moment dat een bewering gekoppeld wordt aan iets over de hersenen, dan krijgt die plots meer aantrekkingskracht. Men heeft daar onderzoek naar gedaan eigenlijk men liet mensen eigenlijk allemaal resultaten beoordelen en soms werd er iets over de hersenen gezegd en soms niet. Wel, op het moment dat er iets over de hersenen werd gezegd, ook al was dat niet relevant voor het verhaal dat gebracht werd, dan werden die uitspraken of die verhalen als veel aannemelijk en veel objectiever gezien. En er is inderdaad een soort van idee dat als er iets gezegd wordt over de hersenen, dan perciperen mensen dat veel sneller als objectief, als wetenschappelijk, als hard. En dat draagt natuurlijk bij dat die mythes een soort van wetenschappelijk karakter krijgen, wat ze eigenlijk niet hebben. Wat is nog een probleem aan die mythes? Dat is dat er in die mythes zelf meestal een grond van waarheid zit. Herinner u, ik ben gestart met de definitie van een neuromythe. En daar heb ik eigenlijk gezegd dat die mythe gebaseerd is op neurowetenschappelijke kennis. Alleen het probleem is, die kennis is verkeerd geïnterpreteerd. Om u een voorbeeldje te geven, als ik het heb over die mythe van coördinatieoefeningen en integratie van linker- en rechterhersenhelft. Ja, inderdaad, want dit is een plaatje van onze hersenen, meer bepaald over de verbindingen in onze hersenen. En hier in het rood kan u inderdaad die verbinding tussen linker- en rechterhersenhelft zien. Die is heel belangrijk, daar verloopt heel veel communicatie door. Het is heel belangrijk ook dat die twee helften met elkaar samenwerken. Alleen, en dat klopt dus, maar alleen, ja, wordt dit nu beïnvloed door die specifieke motorische coördinatieoefeningen. Ja, daarover gaat dat onderzoek niet. Dat is niet aangetoond of dat is niet bewezen. Maar er zit dus een juist elementje in. Hetzelfde met links en rechts denken. Het is inderdaad zo dat bepaalde delen van onze hersenen, dat daar de linker hemisfeer wat beter in is dan de rechter hemisfeer. Het is zelfs zo dat bepaalde vaardigheden, tenminste bij volwassenen, gelokaliseerd zijn aan de linkerkant of aan de rechterkant. Waarover gaat dat dan? Over zeer basale perceptuele vaardigheden. Iets waarnemen, iets zien, iets horen. Op het moment dat dat moet verwerkt worden, dan gaat dat niet meer alleen in dat gebiedje gebeuren, dan gaan eigenlijk heel die hersenen gaan samenwerken. Dus er zitten elementen dat klopt, maar het wordt uitgerokken of verkeerd geïnterpreteerd. Een andere reden waarom die mythes blijven bestaan is dat de empirische evidentie die die mythes ontkracht, dat die eigenlijk moeilijk toegankelijk is, of soms niet bestaat, of soms heel moeilijk te begrijpen is. Daar straks is al gesproken over, ja, is een bevinding wetenschappelijk aangetoond? Wel, ik als onderzoeker kan wel gemakkelijk toegang hebben tot wetenschappelijke artikels, maar dat is allerminst het geval voor iedereen in de praktijk.
Hier ziet u bijvoorbeeld het artikel over die leerstijlen, een heel interessant artikel, een lang artikel, waar men eigenlijk al die jaren onderzoek bij elkaar zet en dan besluit dat er op dit moment geen wetenschappelijke evidentie, en men legt in het artikel ook heel goed uit wat men onder wetenschappelijke evidentie in dit geval verstaat, om die in een pedagogische praktijk in het algemeen te gaan opnemen. Dit is een artikel wat nog voor mij althans relatief begrijpbaar is. Men heeft ook onderzoek gedaan naar linkerbrein- en rechterbreindenkenden en effectief ook naar wetenschappelijk onderzoek. Dat heb ik ook al zelf gelezen. Ik heb het wel twee keer moeten lezen, want het is heel complex. En dat maakt natuurlijk, door het feit dat het zo complex is, door het feit dat het niet zo gemakkelijk doordringt, ja, als we geen tegenevidentie hebben, ja, dan blijven die zaken natuurlijk wel gemakkelijk floreren. Oké, ik ga eindigen met een paar implicaties. Het zijn een aantal dingen die al vermeld zijn en waar ik toch nog even wil bij stilstaan. Ik denk dat een van de implicaties van dit soort van onderzoek is dat we eigenlijk toch goed moeten nadenken om mensen kritisch te laten staan, te laten denken over die uitspraken, of ze op zijn minst proberen kritisch te leren inschatten. Dat is althans iets wat ik probeer te doen met mijn studenten in onze opleiding pedagogische wetenschap. Ik denk dat zoiets ook een plaats kan krijgen binnen een leraaropleiding. Wat heel belangrijk is, denk ik, is om die neurowetenschappelijke verklaringen, om die het juist karakter te geven. Als een bepaald fenomeen, bepaald gedrag neurowetenschappelijk verklaard wordt, dan is dat een verklaring op een bepaald niveau, namelijk het biologische niveau. Dat wil niet zeggen dat dat niveau beter is, valider is, harder is of objectiever is dan andere wetenschappelijke verklaringen. We hebben de onderwijswetenschap uit de psychologie, die ook wetenschappelijk onderzoek doen en die ook verklaringen hebben voor bepaalde fenomenen. En die verklaringen die staan op een vergelijkbaar niveau. Het is dus niet omdat het neuro is dat het meer waard is dan iets anders. En wat denk ik heel belangrijk is, het is al aan bod gekomen in de vorige presentaties en het boek, de literatuurstudie, is er eigenlijk een heel mooie illustratie van. Ik denk dat de resultaten die in dat neurowetenschappelijk onderzoek komen en die misschien relevant zijn voor de onderwijspraktijk, op een bepaalde manier vertaald moeten worden en bijeengezet moeten worden, zodat ze begrijpbaar zijn voor gebruikers van die informatie in een concreet onderwijspraktijk. Ik zou willen eindigen met iets wat ik toevallig gezien heb de voorbije dagen. Het is een initiatief uit Engeland en ik vind het een heel interessant gegeven omdat ik denk dat het een mooi voorbeeld is van hoe zo'n vertaalslag misschien vorm kan krijgen. Het heet I'm a Scientist, Get Me Out of Here. En het is een groep van wetenschappers. Het gaat over neurowetenschappers, maar ook onderwijskundigen en psychologen. En het gaat allemaal over dit thema, onderwijs. En wat kunnen gebruikers doen? Ze kunnen eigenlijk vragen posten op dit forum. Mensen uit de praktijk die over een concreet fenomeen vragen stellen. En de wetenschappers gaan aan de slag om proberen evidentie bij elkaar te zoeken die over die vraag iets kan zeggen. En om dat dan te vertalen, begrijpbaar te maken naar een concreet onderwijscontext. Wat ik heel belangrijk vind, is dat die groep van wetenschappers, dat dat een interdisciplinaire groep is. Dat je daar verschillende mensen die vanuit verschillende perspectieven een antwoord kunnen geven op die vraag, die wel toegang hebben, of tenminste gemakkelijker toegang hebben, tot die wetenschappelijke informatie. En die in staat zouden moeten zijn om die informatie te vertalen naar een concrete praktijk. Oké, dat was wat ik wou vertellen. Bedankt voor jullie.